Ik ben René van Zon. Ik woon in Spijkenisse sinds 1988. Ik heb twee honden. Aan de rechterkant is dat Flynn, de Ierse setter. Aan deze kant Floyd, 5 jaar oud. En dat is een Engelse setter. Deze is iets makkelijker dan deze, want deze is echt heel eigenwijs. Tijdens de wandelingen in de bossen doe ik de honden ook fotograferen. Sinds een aantal jaren heb ik me meer verdiept in fotografie, specifiek hondenfotografie. Heb wat workshops gedaan om beter te worden in fotografie. En dat is wat ik heel veel doe tijdens de wandelingen. En eigenlijk is dit mijn meeste modelletje. Hij iets minder, maar is ook wel redelijk fotogeniek. Tijdens het wandelen en fotograferen ben ik met heel veel dierenbezitters, hondenbezitters in contact gekomen. Die hebben me aangeraden, of althans een keer te proberen, om natuurlijk diervoeding te nemen. Nou, dat heb ik gedaan. En de honden zijn er helemaal weg van. Want zodra ik het in het bakje doe, dan komen ze al. Staan klaar. En smullen maar.